Verven met Vincent in het Drents Museum. Volleybalster Sudoza strijden ten onder. Motorcoureur Colin Feijer wint voor het eerst een Grand Prix. Verven, krijten en tekenen. Het kan vandaag allemaal bij het Drents Museum in Assen. Tijdens het programma Vincent Minds staat de invloed van de kunst op de mentale gezondheid centraal en kunnen bezoekers zelf een kwast oppakken. Ze begonnen eigenlijk met een stuk karton met witte latex. Dan gaan ze met ecoline en met krijt gaan ze een strepen maken. Die worden weer vervaagd met latex. Dan moet je dat allemaal verstoren met een heel groot zwart figuur. Dat klinkt nu heel warrig, maar het is eigenlijk heel logisch als je het doet. Vincent van Gogh kwam 140 jaar geleden naar Drenthe en over die reis is een tentoonstelling gemaakt door het Drents Museum. Bezoekers krijgen een kijkje in de kunstenaar zijn hoofd en hoe hij onze provincie ervaarde. Vincent van Gogh worstelde eigenlijk zijn hele leven met zijn mentale gezondheid. Het schilderen, maar ook de natuur gaf hem een bepaalde rust, dat hielp hem. En vandaag willen we eigenlijk met workshops, lezingen en de tentoonstelling zelf natuurlijk laten zien welke werking die kunst op je mentale welzijn kan hebben. Want een effect heeft het zeker, denken ook de mensen die de workshops organiseren. Ja, zeker. Want ik vind dat als je met je handen bezig bent, dan ga je eigenlijk een beetje uit je hoofd. Als het goed is, ga je een beetje concentreren. En volgens mij werkt dat dus heel erg goed. Belangrijker dan praten, want dan blijf je in je hoofd. Ja. Wat heeft u gemaakt? Ik kon het eigenlijk helemaal niet zeggen wat ik precies heb gemaakt. Omdat ik eigenlijk me helemaal heb opengesteld en helemaal me vrij heb gegeven. Ik heb eigenlijk gewoon, ik heb het laten ontstaan. Het was ook een beetje de bedoeling om je hoofd leeg te maken. Is dat nou ook gelukt? Ja. Het maakt me wel vrolijk. Het maakt me wel echt wel blij. De activiteiten worden alleen vandaag georganiseerd, maar het museum zegt snel met een nieuw programma te komen. Zo hebben we in december nog Vincent Vibes, met een hele andere invalshoek. Gericht op families met kinderen, waar we met theater en muziek weer op een andere manier naar het werk van Vincent van Gogh gaan kijken. Een goed gevulde sporthal gisteravond in Assen, waar de dames van Sudoza Desto het opnamen tegen VV Utrecht, de verliezend finalist van vorig jaar om het landskampioenschap. Een echte testcase dus. En in de eerste set laat Sudoza meer dan prima volleybal zien. Onder aanvoering van een van de kanonnen van Sudoza Desto, Paula Boonstra. En een van de andere kanonnen van Sudoza Desto, Manon Torenbeek, maakte gisteren een paar minuten, miste de start van de competitie, maar is er nu weer bij. Sudoza kan het dan afmaken en doet het ook. In eerste instantie niet, want het miste 3 setpoints. Maar bij een stand van 25-24 pakt het de eerste set met 26-24. Tweede set is Utrecht beter. Boonstra doet het knap, maar knap gepareerd. En dan is Utrecht net iets beter bij de les. Het is Anna Ricard, de oudspeelster van Sliedrechtsport, met het laatste tikje. En zo gaat de tweede set naar Utrecht met 19-25. En ook in die derde set, het zit hem in details. En op beslissende momenten komt Sudoza Desto net tekort. Want dit is een knap punt hoor. Is het 21-22, maar je merkt aan alles dat Utrecht net een klein stapje beter is. Want hier wordt het 22-25. Knap punt van Iris Reinders. En zo leidt Utrecht met 2-1 en in die vierde set is Utrecht eigenlijk een stuk beter. Komt Sudoza Desto nog wel knap terug. Maar is uiteindelijk de ploeg van trainer Vera Koenen Utrecht dus te sterk voor Sudoza Desto. Maar trainer Mark Afman mag wel trots zijn op zijn ploeg. Je speelt nu 18 wedstrijden, gewoon competitie en dan play-offs. Nou, ik denk dat we goed voorstaan als je kijkt van oké, weet je, we hebben nog heel wat wedstrijden om die volgende stap nog te maken. En ja, ik denk dat we vorig jaar al een heel goed debuutseizoen hebben gehad en dat we nu gewoon langzaamaan de volgende stap aan het zetten zijn. Moto3-coureur Colin Feijer uit Staphorst heeft vanmorgen vroeg voor het eerst in zijn carrière een Grand Prix gewonnen. Dat deed hij op het circuit van Maleisië. 2 weken geleden stond de 18-jarige WK-debutant in Thailand voor het eerst op het podium. Toen werd hij 3e. Met nog 2 raceweekenden te gaan staat de coureur uit Staphorst op de 8e plaats in het WK. Het gaat niet goed met de Patrijs.
Er is actie nodig, anders verdwijnt de vogel. In Zwichelte werken vrijwilligers met Landschapsbeheer Drenthe op een stuk landbouwgrond in de hoop om op deze manier de patrijs vaker te gaan zien. Nou, we moeten er eigenlijk voor zorgen dat hij dus zijn leefgebied allerlei verschillende elementen heeft waarin hij die dekking kan vinden. Want daar vertrouwt hij heel erg op. In het landschap zie je hem gewoon niet zo snel gewoon in het land zitten. Daar zit hij altijd in de dekking. En dat kan in zulke ruigte zijn zoals hier, maar ook in houtsingels en houtwallen. Wat hoger gras. En als we meer van zulke soort elementen kunnen toevoegen hier, dan kan hij via die stapstenen eigenlijk zich wel verspreiden uiteindelijk. Sinds corona kloppen steeds meer jongeren aan bij jeugdzorg. Uit cijfers blijkt dat het in verschillende Drentse gemeenten om bijna 1 op de 10 jongeren gaat. En jongeren die maken zich ontzettend veel zorgen. Nog geen 4 weken geleden werd je wakker en was er 1 hele grote oorlog waar we voortdurend iets over konden lezen. Nu zijn het er 2. Mensen van 14, 15 jaar die zich nu al eigenlijk willen inschrijven bij een woningbouwvereniging. In de hoop dat ze, als ze 30 zijn, een keertje aan de beurt zijn. Het is, ja, we lachen, het is echt bar en boos natuurlijk. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Weet je, zo'n doodje die zit helemaal vol met lood. En dat is, ja, dat is altijd zonde om weg te gooien. Hè? Vislood gaat per 2027 waarschijnlijk in heel Europa in de ban vanwege loodvervuiling. Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland ruim 27 ton in het zoute en 8,5 ton in het zoete water belandt. Een ophoping van het lood in het milieu is schadelijk. Het zijn stoffen die niet afbreken. Dus op het moment dat je lood in het water zou hebben, en dat gaat via een slakje naar een visje, naar een reiger, dan kan je, dat noemen wij bioaccumulatie, kan dat gaan opstapelen in zo'n reiger. Die kunnen daar ziek van worden, die kunnen daar ook dood van gaan als er te veel van die stoffen in zitten. Inwoners van Drenthe zijn ook komend jaar meer geld kwijt aan waterschapsbelasting. Dit jaar stegen de tarieven al fors en het lijkt erop dat we aan de tariefverhogingen zullen moeten wennen. Ja, dit gaat nog wel even duren. Dat verwacht ook Noorderzijlvest. Zij zeggen bijvoorbeeld, volgend jaar moeten wij onze zuiveringsinstallatie vernieuwen. Dat moet betaald worden. Europese regelgeving wordt aangescherpt. En die klimaatverandering, dat kost ons ook extra werk. En daarom zijn er vanuit de waterschappen ook al signalen afgegeven naar Den Haag. Van kijk hiernaar, want anders is het gewoon straks helemaal niet meer te doen. Kijk, dit is meteen zeiknat hier. De provincie heeft besloten de waterberging in natuurgebieden onlanden te vergroten. Dit zodat de stad Groningen ook in de toekomst droge voeten houdt. Maar ook de natuur heeft er baat bij. Het focusalternatief is de hooiwegvariant geworden. Waarin waterberging en natuur samen een plek krijgen in de waterberging. Dus zowel voor de waterveiligheid als voor de natuur draagt dit alternatief bij aan eigenlijk de verbetering van de situatie. Vanavond en vannacht is het helder en droog en het koelt flink af tot rond 2 graden. Mogelijk komt het op sommige plaatsen tot grondvorst. Daarbij kan plaatselijk nevel of mist ontstaan met kans op gladheid. Morgen is het eerst droog, maar in de loop van de ochtend gaat het regenen. In de namiddag wordt het weer droog bij zo'n 11 tot 12 graden. De zuidwestenwind neemt dan toe tot kracht 4 of 5. Ook dinsdag staat er nog een vrij krachtige zuidwestenwind. Er vallen dan buien bij 12 graden. Woensdag neemt de buiigheid af en is de zuidwestenwind zwak tot matig. Op donderdag lijkt het droog te blijven bij ongeveer 9 graden. Tot zover deze Drenthe Nu. Ik wens u nog een fijne avond en tot morgen.